De Dr. Steenblokschool heeft de Grote Duimprijs gewonnen. Deze prijs is voor de school die het verkeersexamen als beste van alle Veenendaalse basisscholen heeft volbracht. De Veenendaalse wethouder Sanders reikte de prijs uit. Bovendien waren er 8 kinderen die geen enkele fout gemaakt hebben en daarvoor een eigen, net iets minder grote duimprijs in ontvangst mochten nemen. Ik laat het graag aan jullie over. Jullie zijn de beste school van Veenendaal op het verkeersexamen. Gefeliciteerd. Hoe komt dat? Ik denk dat het ook een stukje ervaring is. Ik doe het nu voor de 3e keer. Ik hou bij wat ik in de eerdere jaren gezien heb wat veel fout gaat. Zodra de klas bij mij binnenkomt na de zomervakantie weet je dat je daarop moet gaan hameren. En dat is vooral de voorrangsregels. De eerste en de tweede verkeersregel die worden altijd door elkaar gehaald als je let op de voetgangers. Ja, de duim omhoog. Waarom heb je die gekregen? Ja, omdat ik nieuw fout had. Ja, wat betekent het behalen van de grote duim voor deze school? Wij doen heel veel aan kwaliteitszorg, maar dan denk je vaak aan gebieden, de hoofdvakken, rekenen, taal, lezen. Maar ja, ik vind het toch een kroon eigenlijk op de arbeid die we verrichten. Jullie staan allemaal goed. Kun jij misschien daar staan? Wat is het belang van een verkeersexamen? Ik denk dat kinderen en hun ouders toch bewuster zijn in alles wat er gebeurt. Ja, dat is prima. Goed zo.